Deze week in het Harderwijkse Zakenweekjournaal. Een historisch moment voor voetbalvereniging Hierde. Nieuw coalitieakkoord. Aanpakken met ambitie gepresenteerd. Sybrand Doorn geeft freerun trainingen en wil graag een eigen vereniging opzetten. Het Harderwijkse Zakenweekjournaal wordt mede mogelijk gemaakt door Bos Installatietechniek, PV-panelen of zonneboiler. Wij helpen u graag met de juiste keuze te maken. Neem vrijblijvend contact met ons op. Rechtstreeks vanuit Harderwijk is dit het Harderwijkse Zakenweekjournaal met Gerdien Beelen en Irene Hop. Welkom, fijn dat je weer kijkt naar een nieuw Harderwijkse Zakenweekjournaal. Met de titel Aanpakken met ambitie is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Het college wil met dit akkoord doorpakken op de onderwerpen die al eerder in gang zijn gezet. Nou, wat willen wij graag? Dat mensen die een afstand hebben van de arbeidsmarkt, dat die ook weer mee gaan doen in de samenleving. En nou ja, natuurlijk mooi zou zijn als ze weer een baan zouden krijgen, maar je kunt ook stapjes maken om uiteindelijk weer een stap verder te komen op die ladder om weer mee te doen. We willen tijdelijke woningen gaan inzetten om de demografische ontwikkeling in Harderwijk in te gaan zetten. Voor het college is het van belang om dus nu, in de komende 10 jaar, al tijdelijke voorzieningen neer te zetten om die hele woningnood nu te kunnen ledigen. Dus die bal ligt grotendeels bij ons om het nu tijdelijk op te lossen en samen met de corporaties naar structurele oplossingen te zoeken. Tot nu toe hadden we natuurlijk Pieter Teninga, die had de portefeuille Milieu en de Energieke Stad. Met een routekaart naar een energie-neutrale gemeente. Maar dat is niet genoeg. Duurzaamheid is veel breder dan dat. En in die zin gaat er echt een tandje bij hoe we Harderwijk kunnen verduurzamen. Hoe we bijvoorbeeld de nieuwe bouwopgaven zoals Waterfront Fase 3 of de nieuwbouwwijk in Harderweide ook echt gasloos kunnen bouwen. Maar ook onze eigen gemeentelijke gebouwen verduurzamen. Daarom is duurzaamheid een aparte portefeuille geworden. De verbrede rijkwijde is dat bestemmingsplannen vroeger wat meer alleen zagen op de invulling ervan. En de omgevingsplannen zijn veel meer gericht op het integrale verhaal, waarin ook veel meer de burger aan zet is om te kijken van nou, wat vinden wij mooi voor onze wijk of voor onze straat of voor onze buurt. De verbreding van de 28 is inderdaad voor meer dan alleen Harderwijk van belang. Harderwijk is wel cruciaal in relatie tot de 28, want het is onze ader als het gaat om mobiliteit. En Harderwijk strijdt niet alleen voor die 28, dat doen we samen met in dit geval de burgemeester van Hattem als kartrekker, om met elkaar een verbreding van de 28, maar feitelijk een betere doorstroming van de 28, te bewerkstelligen. Maar met de komst van Lelystad en de economische groei, we wel zien dat als we nu niet voorsorteren en aanpakken met ambitie, dat we hem dan laten liggen en over 6 jaar echt in de problemen zitten. Dus nu voorsorteren, zodat we straks kunnen aanpakken. Straks in het Harderwijkse Zakenweekjournaal. Sybrand Doorn geeft nu al freerun trainingen aan een groep jongens. Maar zijn doel is om in Harderwijk een echte vereniging voor de freerun sport op te zetten. Het beste aan freerunnen is in mijn ogen de kick die je ervoor krijgt en een beetje de community. De mensen om je heen, dat maakt het echt geweldig. Maar nu eerst, Harderwijk in het kort. Een historisch moment voor het eerste elftal van VV Hierde. Zij hebben zich namelijk voor de eerste keer in de geschiedenis direct gehandhaafd in de eerste klasse. Afgelopen zaterdag wonnen ze met 4-2 van Vroomshoopse Boys. Voor VVOG komt het seizoen ook ter einde. Zij hebben zich al gehandhaafd in de derde divisie. Maar een laatste hele belangrijke wedstrijd staat er nog op de planning. De streekderby tegen DVS. Zaterdag 26 mei wordt er om 2:30 afgetrapt op de velden van DVS in Ermelo. Ruim 1300 kinderen in 233 teams deden afgelopen week mee met het schoolkorfbaltoernooi. En allemaal met natuurlijk maar één doel, het binnenslepen van die beker. De grote kampioen van dit toernooi was de Wegwijzer. Zij wonnen namelijk de wisselbeker met groep 5, 6, 7 en groep 8. Op kleine schaal worden er in Harderwijk freerun trainingen gegeven voor elk niveau. Maar de plannen voor de freerunsport in Harderwijk, die zijn groots. Met als doel het oprichten van een vereniging met het liefst een eigen locatie.
Het beste aan freerunnen is in mijn ogen de kick die je ervan krijgt en een beetje de community. De mensen om je heen, dat maakt het echt geweldig en het is gewoon best wel vermoeiend en zo. En daarvoor is het heel leuk als je iets doet waar je gewoon best wel lang moeite mee hebt gehad. En je gaat met je vrienden weer trainen, je gaat weer proberen en je blijft proberen en proberen. Tot op een gegeven moment, dat lukt het je en dan is het gewoon de hype om je heen. Dat iedereen gewoon hartstikke blij voor je is en juichen. Nou, dat is gewoon, dat vind ik echt geweldig aan freerunnen. Ik doe het nu 4 jaar. Ik ben op mijn 16, ik ben op mijn 12 ben ik begonnen. En toen heb ik zelf 2 jaar lessen gekregen van een oude docent. En na denk 2 jaar of zo was het inderdaad van, weet je, Simon, ik vind het goed, ik stop ermee. Ik moet mijn examen zo meteen gaan doen. Jij mag mijn training overnemen. Dus toen ben ik zelf les gaan geven. En dat doe ik nu ook 2 jaar. Freerunnen is natuurlijk het is best wel groot, best wel brede sport. Je kan heel veel dingen doen. Als het gaat om freerunnen, je kan natuurlijk salto's maken. Je kan natuurlijk volts gaan doen. En dat is veel meer over obstakels heen en zo. En nou, wat ik zo graag leer is natuurlijk, je kan niet aan iemand die net is begonnen, kun je natuurlijk geen moeilijke stunts leren. Dus dan begin je natuurlijk rustig aan wallruns oefenen, zodat je op hoge muren kan. Over obstakels met paddentrucken. En als je eigenlijk lang genoeg erop zit, dan ga je steeds verder naar trickings, ook salto's en backflips en sideflips. En freerunnen is iets geweldigs en we zitten nu met z'n 5 en ik wil graag, tenminste als ik meer mensen heb, wil ik graag contributiegeld gaan vragen. En dan ga ik ermee naar de gemeente en dan zeg ik van kijk, wij hebben genoeg mensen en dan wil ik, als het kan, wil ik met een goed plan komen om een eigen zaal te huren. En als dat nog breder kan uitpakken, steeds meer mensen te krijgen en dat het kan, dat weet ik dat het kan, dat je eigen, eigen stichting of eigen vereniging kan oprichten als het gaat om freerunnen in Nederland. Dat lijkt me echt heel geweldig, daarvoor hebben we echt nog heel veel mensen nodig. Wil je elke dag op de hoogte blijven van al het nieuws in en om Harderwijk? Neem dan een kijkje op onze website harderwijksezaken.nl. En blijf nu nog heel even zitten voor de agenda. Tot volgende week! Het Harderwijkse Zakenweekjournaal werd mede mogelijk gemaakt door Bos Installatietechniek, PV-panelen of zonneboiler. Wij helpen u graag met de juiste keuze te maken. Neem vrijblijvend contact met ons op. Jan Karsen sluit alles buiten en is uw adres voor bijvoorbeeld zonwering, rolluiken, screens, garagedeuren en bedrijfsdeuren. Wij leveren zonwering op maat, een greep uit ons assortiment. Knikarmschermen, uitvalschermen, screens, rolluiken en verandaschermen. En met doekkleuren maken we samen uw zonwering op maat. Voor veel mensen biedt de garagedeur van Jan Karsen BV de perfecte combinatie van duurzaamheid, functionaliteit en allure. De Selectline garagedeuren zijn onze best verkochte deuren en wij leveren deze overal. De garagedeur is beschikbaar in 10 verschillende designs, 19 kleuren en 20 standaard maten. Zo zit er voor iedereen een geschikte deur bij. Eigenaar Jan Karsen staat 100% achter een Hollands product. De Selectline garagedeur, inclusief elektrische aandrijving, heeft hij al vanaf €899. Wij informeren u graag uitgebreid over alle mogelijkheden. U kunt met ons contact opnemen via 0341 42 47 40 of info@jkarsen.nl. Of laat u inspireren in onze showroom aan Overveld 9 in Harderwijk. Het schaapsgeerdersfeest op de dierenweide in Stadsweide vindt plaats op zaterdagmiddag 2 juni tussen 1 en 5. Het feest is bedoeld voor alle kinderen samen met hun ouders of grootouders. Gedurende de middag worden alle schapen van de dierenweide geschoren. En natuurlijk zijn er ook andere attracties voor groot en klein. Allerlei spelletjes, springkussens, ponyrijden en noem maar op. Voor al deze activiteiten kan er een strippenkaart voor de kinderen worden gekocht. Deze kostte €3 voor donateurs en €5 voor de niet-leden. Een Ukkie strippenkaart voor de allerkleinste kost €2. Graag tot ziens op 3 juni tijdens het schaapsgeerdersfeest. En op de dierenweide bent u natuurlijk altijd van harte welkom.